Wild at Heart is een groep diverse jongeren uit Mechelen die staat voor dans, beleving, expressie, vriendschap en emotie. Zij willen bewegen, creëren, praten, verbinden en manifesteren. Onder begeleiding van jonge makers Ellen Kobbaert en Laura Eva Meuris creëren ze voorstellingen, manifestaties en bewegende sculpturen voor de publieke en theatrale ruimte. Voor deze expo gaan de jonge dansers de confrontatie aan met de vier centrale thema's. Moraliteit, esthetiek, stabiliteit en de dans. Hun werk wordt geïntegreerd in de tentoonstelling. De dansers worden als het ware sculptures. Dit is dus de tentoonstelling rond het beeld van Rick Wouters, Zot geweld, dwaze maagd. En wij zijn, Ellen en Laura, we zijn de coaches van Wild at Heart, Jungle of Young Creators. Dat is een jongerenbeweging die ontstaan is in Mechelen. En wij hebben samen met de jongeren eigenlijk rond de werken en de thema's van de tentoonstelling gewerkt. En zij zijn nu vandaag hun eigen solo's aan het performen. Ja, in het museum. Ja, dus hier ter plaatse. We hebben een heel jaar gewerkt hier rond. Een heel jaar, niet constant, maar in periodes. We zijn met de jongeren ook naar de Kamthoutse Heide getrokken om daar hun de natuur te laten ervaren, ook in het kader van de tentoonstelling. Dus wij proberen zoveel mogelijk met hun samen te komen en hun creativiteit te motiveren, omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd in de dag van vandaag creatief kan zijn. En zonder een echte dansopleiding te hebben. Wij vinden de jongeren ook door verschillende recruteringen te doen op straat of in theaters. Op straat of in scholen. En daar motiveren we hen om mee te doen, zich aan te sluiten bij ons. En om zo een ei kwijt te kunnen zonder dat ze danspasjes moeten doen. Wild at Heart is eigenlijk een beweging dat openstaat voor alle soorten jongeren. Wij willen ook die drempel zo laag mogelijk houden. En eigenlijk een plek waar dat zij dichter bij zichzelf kunnen komen. En eigenlijk steviger in hun schoenen staan, maar ook contact met elkaar kunnen maken en met de wereld rond hun. Het heeft een grote invloed op u, omdat je de aandacht van de mensen echt wel voelt. Maar langs de andere kant voelt je ook heel vrij. En na een tijd komt je helemaal los en kun je echt gewoon je uiten en je lichaam gebruiken en je lichaam gewoon ook volgen. Ik zit ongeveer al 2 jaar in Wild at Heart Mechelen en we hebben al vaak op straatperformances gedaan en ook in de Arenberg in Antwerpen hebben we al opgetreden. Dus ik heb wel al een beetje ervaring. Maar dit is wel heel, alleen andere setting in het museum en zo, ook al een grote ervaring.